Vaste Radio. Live. Achtergronden. Actualiteiten. Met Frans Pinas. Live. En ik heb nu aan de lijn Michael Miskin, vakbondsleider. De sterke man nu bij CLO, Centrale van Landsdienaren Organisatie. Ik hoor dat het daar, hoe noem je dat, het gaat niet goed in het storm en het donder in CLO. Wat is waar, meneer Miskin? Wat wilt u precies weten? Nou, ik wil weten hoe het gaat met u, CLO en Hoogaard. Want het lijkt alsof van één bond nu twee besturen heeft. En wat is de stand van zaken? Dat is wat ik wil weten. Nou, op dit moment heeft meneer Hoogaard dus... Er zijn 14 bestuursleden. Meneer Hoogaard heeft dus 4 bestuursleden aan zijn zijde... dat zijn dus zijn zoon, een neef van hem, een zoon van een overleden bestuurslid, soms zeggen wij pleegzoon, en nog een dame. Die 4 mensen ondersteunen meneer Hoogaard in het bestuur. Die zijn nieuw in het bestuur gekomen. En dan heb je dat 1 persoon die zegt van neutraal. En dan heb je... De 8 bestuursleden. Natuurlijk, het frappante in de zaak is dat dus eigenlijk alle bestuursleden, of tenminste de mensen die al langer dan 20, 30 jaar met meneer Hoogaard samenwerken, dat wij dus het vertrouwen hebben opgezegd. En daar is er een scheuring in het bestuur nou gekomen, dat is dus vanaf 24 juli. En dat is de status quo op dit moment. Dat is de status dus, wat er in het bij CLO gebeurt. Waarom willen jullie af van meneer Ronald Hoogaard? Kijkt u, wij vinden meneer Ronald Hoogaard niet meer representatief. Hebben we ook duidelijk in de motie aangegeven. Ik heb ook naar uw interviews geluisterd met hem. De afgelopen 2 jaren... Als hij geïnterviewd werd, sprak hij steeds over kolonialisme, over slavernijverleden, over hindoeïsme, over christendom. Terwijl er vragen beantwoord moeten worden over het belang van de ambtenaren. Dat is één facet. Verder hebben we ook aangegeven dat meneer Hoogaard bezig is met woningbouwactiviteiten. Afgelopen week zijn de mensen in de pers getreden. Meneer Hoogaard heeft een woningbouwproject waar hij dus geen verkavelingsvergunning heeft, waardoor de mensen dus nu niet de zekerheid hebben dat dus de percelen op hun naam kunnen komen. Er zijn er nog andere zaken die er spelen, waardoor is eigenlijk in feite de persoon van voorste van de CLO niet representatief meer is. Hij houdt zich ook niet bezig als zodanig met het belang van de landsdienaren de afgelopen 10 jaren. Dus al die zaken op een rijtje gezet hebben ons doen besluiten om meneer Hoogaard toch wel te vragen om plaats te maken. Maar u kent meneer Hoogaard, hè? Hij heeft mij hier van de week, interview komt nog ook voor u, die zegt van meneer Hoogaard, zet u niet zomaar aan de kant. Mik miskin gwe. U moet weggaan dus. Nee, maar het gaat niet om mij. Het is juist het mooie van de zaak. Dat ding is niet een gevecht tussen 2 personen. Kijkt u, meneer Hoogaard heeft in de afgelopen periode, als we kijken naar 2012, de loonsverhoging van 2012. Tussen 2012 en 2018 is er geen loonsverhoging geweest. Meneer Hoogaard is toen in 2018 naar Colombia gegaan voor gezondheidszorg. En tijdens zijn afwezigheid hebben wij met de regering onderhandeld. En onder druk met vakbondsmiddelen om een loonsverhoging rond te krijgen. Dat hebben wij toen gedaan. Meneer Hoogaard wilde graag tot 2020 aanbleven als voorzitter. En van mij had hij de ruimte hoor, want vanaf midden 2018
wil de omgeving van meneer Hooghart hem niet meer. Ik heb vanaf 2018 gepraat met de mensen, laat de man. Wij wilden eigenlijk, ik zelf wilde dat meneer Hooghart eigenlijk zelf weg zou gaan. Waardoor dus dit intern conflict dus niet naar buiten zou komen. Begrijpt u? Je hoeft de vuile was niet buiten te hangen. Sommige mensen zeggen, ja, waarom nu? Maar ik zeg van, wanneer een man en een vrouw ruzie krijgen, dan stap je de volgende dag niet naar de rechter. Dat ding gaat slijten. En op een gegeven moment is de zaak toch naar buiten gekomen. We hadden het liever gehad dat alle zaken intern waren gebleven. En dat meneer Hooghart dus weg was gegaan. Maar vanaf midden 2018 wil de omgeving van meneer Hooghart hem niet. En als hij zegt van ja, het gaat om miskind. Het is geen gevecht tussen twee mensen. De stichting beheert CLO-bezittingen. Er zijn nog 4 mensen in leven. Die willen meneer Hooghart daar niet meer in het gebouw hebben. We zitten te kijken met de advocaat van hoe we hem uit het gebouw gaan zetten. De hele top van de vakbeweging. Als je met ze praat, ze willen meneer Hooghart niet meer hebben. De hele omgeving eigenlijk. Dus dat ding is geen gevecht tussen Miskin en Hooghart. Miskin is erbij gehaald. Op 15 juli van dit jaar hebben 6 bestuursleden me geroepen. En ze hebben tegen me gezegd van luister, je hebt de afgelopen 2 jaar met ons gesproken. Maar wij willen niet meer, we gaan nu stappen ondernemen. Ben je met ons? Ja dan nee. En ze hebben me ook toen gevraagd om de zaak te leiden. En ik heb toen gezegd van is goed. Dus ik ben erbij gehaald. Het is niet dat er een conflict is tussen mij en meneer Hooghart. Alleen. Ja, maar u bent de beoogde nieuwe voorzitter, toch? Dus dan, u bent niet erbij gehaald. U was er altijd. Nee, dat klopt. Dat klopt helemaal. Maar zoals u het brengt, het had Miskin doen. Maar als Miskin weg is, heb je het probleem nog niet opgelost. Dat bedoel ik. Nee, meneer, ik zeg niet dat u weg moet, meneer Hooghart. Nee, niet dat hij Miskin moest doen. Want hij heeft daar niets te zoeken. Als u tegen meneer Hooghart bent, dan moet u weg. Niet meneer Hooghart. Nee, hij heeft gezegd dat alle 8 bestuursleden weg moeten gaan. Dat heeft hij gezegd. Ja, dat zegt hij ook, ja. Dat zegt hij, maar dat gaat niet gebeuren. Nee? Nee, dat gaat niet gebeuren. Hij heeft het al behoorlijk moeilijk. We hebben een rechtszaak ingediend vorige week woensdag. Ook over de uitspraak die hij heeft gedaan in een programma met u. Hij moet ze corrigeren. We hebben geëist dat hij ze in alle dagbladen corrigeert. Gaat die man aanklagen omdat hij bij mij uitspraken deed? Wat heeft hij gezegd dan wat zo pijnlijk is voor u? Het gaat niet over of het pijnlijk is. Het gaat erover dat wij vanaf dag 1, toen de heren mij hebben gevraagd, zei van luister, wie de zaak leidt, heb ik gezegd vanaf dag 1 hebben we advocaat. Dus onze advocaat monitort alles. Alle interviews, alle krantenberichten, alles wordt gemonitord. En als we dingen vinden, nou, dan legt de advocaat dat voor aan de rechter. Wat heeft die advocaat gevonden dan in interviews? Nou, dan zou ik dat even moeten gaan lezen. Hij heeft onder andere, hij zegt van ja, we gaan uit de vleespotten van de VHP. Dat is een uitspraak die niet kan volgens de advocaat. Nou, dan brengen we hem naar de rechter. Hij heeft een brief aan Ravaxuur geschreven dat wij hem provoceren. Provoceren noemt hij dat we in een vergadering zitten. Bij de president. En dat hij dat niet wil. Omdat wij daar zitten, dan gaat hij handelingen plegen waarvan het Openbaar Ministerie hem gaat oppakken. Laat ik in een... Dus is dat als een indirecte bedreiging? Of is het indirect? We zijn naar de politie geweest. Ik heb ik heb aangifte gedaan bij de politie. De politie heeft me toen geadviseerd, omdat er dus niemand fysiek is aangepakt nog. Want hij heeft laatst op een persconferentie ook aangegeven, afgelopen woensdag, dat hij het zin had om een van ons te slaan. Maar dat een ander bestuurslid die met hem was, hem dus in feite weg heeft getrokken. Nou, dat nemen we dan mee. Dat wordt geregistreerd. We hebben de PG aangeschreven op advies van de politie. En de politie zegt van wanneer de PG een brief terug stuurt voor de politie, dan gaan ze met hem praten.
Maar is het nu makkelijker om meneer Hooghart af te zetten omdat hij geen politieke draagvlak meer heeft? Want jullie waren bang voor hem, hè? Hij zat bij de NDP en jullie, ik heb je nooit gehoord, hij was altijd rustig, nu de man niet meer bij de NDP in de Kamer zit, in de assemblée. Durft u wel weer te praten? Nee, kijk u, mijn insteek, ik heb u zo net gezegd, mijn insteek was om rustig te wachten tot hij weg zou gaan. Maar de anderen willen dat niet. Ik zou rustig wachten tot hij weg zou gaan. Hij had aangegeven dat hij dus tot eind van het jaar zou aanzitten. Maar ik moet u wel één ding zeggen hoor. Je kan aan niets van hem zien dat hij dus zou vertrekken. Dat moet ik ook eerlijk toegeven. Dat hebben de anderen ook gezien. Hij zei vaak tegen ons van ja, macht geef je niet weg. Hij zei ook volgens mij ook bij u gezegd dat meneer Latschman tot boven zijn 82ste of boven zijn 80ste nog voorster was van de VHP. Ja. Toch? Ja, maar dat kan. Dat weet ik, maar dat is zo'n feit. Ja, toch? Dus als de omgeving van meneer Hooghart hem niet meer wil, nou, dan heb je deze situatie. Ja, maar meneer Hooghart gaat weg. Maakt u zich niet druk. Mensen die dus bemiddelaars. De inzet van de bemiddelaars is dat meneer Hooghart weg moet. Dat is het uitgangspunt. Ik kan de namen helaas niet prijsgeven, maar het zijn prominenten in deze samenleving. Twee mensen hebben reeds met hem gesproken. Een van ze heeft aangegeven van ik heb zelf een organisatie geleid voor 20 jaar lang. Ik ben met alle eer weggegaan. Ga jij ook met alle eer weg? We hebben een exitpakket voor hem in elkaar gezet. Hij wil het project graag doordraaien. We hebben gezegd van goed, dan draag het project aan hem over. Als jij nog de behoefte zelf hebt dat we de plooien glad strijken en we afscheidfeestje houden, dan doen we dat ook. En in eerste instantie leek het, dat was dus rond 14 augustus, leek het alsof hij dus mee zou werken. Maar toen de advocaat met hem was gaan praten, bleek hij niet te willen meewerken. Een toppoliticus is toen ook met hem gaan praten. Twee gesprekken met hem gehad. Ook uitgangspunt is van meneer, u leidt 21 jaar de organisatie. Gaat u, bedankt u en dan zullen we kijken wat uw wensen zijn. De president heeft zich nu ook aangesloten in het rijtje van bemiddelaars. Dus we kijken, we hebben het eerste bemiddelingsgesprek is afgelopen dinsdag geweest. Dus aan de president, de minister van Buitenlandse Zaken, mijn persoon en meneer Hooghart. Dus Mij beschuldigt u ook dat u naar de president gaat met andere bestuursleden. En hij is voorzitter en hij wordt niet eens op de hoogte gesteld. Dat is een kwalijke zaak. Nee, maar dat kan toch? Dat kan. Er is een scheuring dus nu in het bestuur en de advocaat heeft ons uitgelegd dat geen van beide partijen zich uit mag geven als CLO. Daarom hebben we op advies van de advocaat een collectief opgericht, namelijk collectief van CLO-lidbonden. En wij gaan naar de president als collectief van CLO-lidbonden. Verder moet ik u aangeven dat de gesprekken bij de president zijn geweest in het kader van RAF-Axuur. En binnen RAF-Axuur zijn de dagelijkse besturen van de organisaties, de zes vakcentrales, die vormen het presidium van RAF-Axuur. Dus dan heb ik het recht om daar naartoe te gaan, omdat ik als lid van het dagelijks bestuur van de CLO mag plaatsnemen daar. En de mensen van RAF-Axuur zeggen niet aan mij, zeg van luister, je moet weggaan, miskin. Integendeel willen ze me erbij hebben. Ja, maar misschien waarom wilt u zo van Hooghart af? Terwijl die man nu wat hij verteld heeft en wat hij aan de wereld vertelt. Mimik Masra Miskin, na Imik Yu, Yuna Amazon, die was niks. En hij heeft die gemaakt, in het bestuur gebracht, onder voorzitter. En nu wilt u hem, nu bent u aan een stoelpoot aan het zagen. Het is de man zijn gedraging toch, als de man zich anders zou gedragen. Maar dat zegt hij ook allemaal. Hij heeft ook in het interview verteld
daar bij u dat hij huis heeft gegeven aan een dochter van een bestuurslid. Ja. Weet wat een journalist, een bekende journalist, mij hier heeft gezegd? Wat hij Hoogaard gaat zeggen, een van die dagen wanneer hij Hoogaard ontmoet. Nee. Hij gaat Hoogaard zeggen van, luister Hoogaard, je moet nooit in je leven iets voor me doen. Want de wijze waarop je tekeer bent gegaan de afgelopen weken, over wat je allemaal hebt gedaan voor mensen. Ik wil niet in dat rijtje geplaatst worden. Okay. We zitten in een bestuur samen. Toch? Meneer Hoogaard zegt, we hebben niets voor hem gedaan. Het feit dat hij voorzitter is, toch? Kan alleen in een bestuur. Als er geen bestuur was, was hij geen voorzitter. Dus wij kunnen ook op diezelfde toer bezig zijn, maar wij willen niet op die toer bezig zijn. Wij willen niet op die toer bezig zijn. We hebben twee lijnen uitgezet, we hebben een juridische lijn uitgezet en we hebben een lijn uitgezet van bemiddeling. En die twee zaken zullen ervoor zorgen om dit probleem op te lossen. Verder hebben wij ook een administratiekantoor ingehuurd om de financiële geldstromen. Want meneer Hoogaard heeft het zelfs ook gezegd, hij is niet de man die altijd netjes de administratie op nahoudt. Hij is slordig met de administratie. Toch? Dat hebben we gezien met het project. U moet rekening ermee houden. Wij hadden gedacht, we hebben gezwegen de afgelopen twee maanden. We hebben een persconferentie hier woensdag. Omdat wij onderzoek moesten gaan doen. Wij hadden gedacht dat het project, wat meneer Hoogaard doet, op naam stond van een stichting van hem. Maar nu blijkt dat ding op naam staat van CLO. Dus dat wil zeggen dat wij hebben nooit verantwoording daarover gehad. Wij weten niet van over hoeveel miljoenen CLO is bezwaard. En de schulden die afgelost moeten worden. Al die zaken willen wij weten, meneer Pinas. Het lijkt me duidelijk, ja, dat hij wil weten. Het is het huizenbouwproject, hè, waarmee je bezig bent. Ja, het huizenbouwproject. Als je met meneer praat, dan is het maar fouillepjes, maar je wil mensen helpen, zo graag. Wilt u en ook u wil helpen. Wat zegt u? Nee, als ik met meneer Hoogaard praat, dan hoor ik alleen maar van, hij is bezig mensen aan het helpen. Ook meneer Miskin krijgt hulp van meneer Hoogaard. Hulp in verband met de bouw? In verband met uw hele loopbaan, of uw privéleven heeft hij op poten gezet toen het niet goed ging. Nee, maar dat is altijd nonsens, toch? Want kijk, je werkt samen in het bestuur. En meneer Hoogaard houdt ervan om te claimen. Laat me toch wel een paar zaken uit de wereld helpen. Ik ben minister geweest in het eerste kabinet Bouterse. Dat heeft meneer Hoogaard voor u geregeld, toch? Helemaal niet. Meneer Robert Amerali, waarmee ik jarenlang bevriend ben, toch? Die heeft mij gevraagd. Hij was vicepresident toegeworden en heeft mij gevraagd. En ik heb meneer Hoogaard toen gebeld. Ik zeg, Ro, ik ben gevraagd minister te worden. Dat is een ambitie van mij, toch? Ik stel je op de hoogte dat ik heb geaccepteerd. En dan kon ik van hem horen van, ik ben eens met je of ik ben niet eens met je. Hij zei toen van, hij was eens, hij gaat me ondersteunen. Maar ik had ook even voet aan de telefoon kunnen horen van, hij is niet eens ermee. Nou, dan waren onze wegen gescheiden. Dan waren we uit elkaar gegaan. Geen probleem. En weet je waarom ik hem niet eerder heb op de hoogte heb gesteld, ik bezig was met de zaak van het ministerschap? In 2004 had Jules Ayodhya, vicepresident, toen ons aangeboden, hij en ik zaten samen, ons aangeboden, een heel mooie aanbieding hoor, de mooiste aanbieding eigenlijk voor de CLO, om een ander minister te krijgen in het kabinet 2005-2010, waarbij het totaal personeelsbeleid naar de CLO zou worden afgestoten. Nou, wat wil je als overheidsvakbond nog meer hebben? Meneer Hoogaard heeft het afgewezen. Toch? Dus ik heb hem echt niet gebeld door deze keer toen een ministerschap voor me was. Misschien zou hij het ook afwijzen. Dus ik heb eerst ja gezegd en dan heb ik hem gebeld. Zo zit de zaak in elkaar. En de zaken met die andere zaken die hij zegt, de staatsraad, de sociaal-economische raad. Meneer Pinas, je moet het werk kunnen doen. Je moet het werk kunnen doen. Je moet het werk kunnen doen, maar je moet ook die kruiwagen hebben om je naartoe. Nee. Ik bedoel, toch met de springplank. Zo gaat dat niet. In 1990
ga heel lang terug, 30 jaar terug. Toen had meneer Hendrik Silvester gevraagd aan de vakbonden bij het ministerie van NH. Zo ging het toen om een kandidaat aan te wijzen voor het georganiseerd overleg. Het georganiseerd overleg, ik heb er 20 jaar in gezeten. Het is een commissie op Binnenlandse Zaken die advies geeft aan de minister van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de rechtspositie van ambtenaren. Daar heb ik veel geleerd onder voorzitterschap van meester Alwin Baar. En de 14 bonden hebben mij aangewezen 30 jaar terug om daar te gaan zitten. Niet hooghart. 14 bonden hebben me aangewezen. Nou, u klinkt alsof meneer Hooghart nooit iets voor u gedaan heeft. Terwijl hij de hele wereld weet dat jij misschien als pleegzoon heeft bijna. En ik zou bijna zeggen schoot. Die man claimt. Look hoe meneer Pinas mij nou een pre biggie. Nee. Zo ken ik u niet. Want anders. Maar als er technisch werk wordt gedaan, dan ben ik de man die dat doet. Als er cijferwerk gedaan moet worden, dan ben ik de man die dat doet. Dus men heeft gekeken naar mijn kwaliteit en men heeft mij voorgedragen. Ik zeg u, in 1990, 14 bonden bij NH hebben vergaderd bij de CLO, toen nog bij ABO. En hebben me voorgedragen. Ik ben in het GO gaan zitten, 20 jaar lang. Dus het is niet meneer Hooghart persoonlijk die het doorgedrukt heeft? Nee, in 2000 heeft meneer Hooghart ter compensatie van mij, heeft hij toen voorgesteld dat ik naar de staatsraad zou gaan. Want er zou een interim kabinet komen na het gevecht met Weidenbos. Daar heb ik ook mijn bijdrage aan geleverd. En mij was beloofd dat ik minister van Binnenlandse Zaken zou worden in het kabinet 2000-2005. Toen dat niet gebeurde, heeft meneer Hooghart toen voorgesteld dat ik dus naar de staatsraad moest gaan. Fred Derby wilde om zijn moverende reden binnen de vakbeweging dat niet. Omdat Hooghart zelf ook geen positie had gehad. En had toen voorgesteld dat hij dan zelf naar de staatsraad zou gaan. Toen is Hooghart dus in de periode 2000-2005 naar de staatsraad gegaan. En als compensatie heeft men toegezegd van er komt een sociaal-economische raad. En dan zou ik in die sociaal-economische raad mogen zitten. Nou, dat is in 2009 gebeurd. In 2009, na 9 jaar, mocht ik dus gaan zitten. Zo worden de afspraken binnen de vakbeweging gemaakt. Het is niet dat één persoon jou voordraagt. Bij de positie van staatsraad in 2015 zat ik daar in het bestuur aan tafel. En de mensen hebben zelf laten in stemming brengen. Er was een persoon dus die een tegenkandidaat op tafel had gebracht. En ik zat daar aan die tafel en meneer Hooghart vond van nee, er wordt niet gestemd, hij gaat beslissen. Goed, toen heeft hij beslist dat ik ga. Maar ik heb gezegd, maar laat die mensen stemmen toch, dan weet je ook waar je staat. En ik wist dat ik die stemming zou winnen. Dus zo zijn de dingen gegaan. Ja, ja. Het gaat niet erom dat mensen dingen, je zit samen in een bestuur. De posities zijn niet van meneer Hooghart. De posities zijn gecreëerd voor tripartite verhoudingen. De staatsraad, tripartite verhouding, sociaal-economische raad, tripartite verhouding. Georganiseerd overleg, een bipartite verhouding. Nou, die posities zijn er, die posities zijn gecreëerd door de overheid. En daarvoor, kijk naar wie de beste kandidaten zijn om daar te gaan. That's all. Ja, duidelijk. We gaan laat me ook één ding zeggen. Hij vertelt ook rond dat hij mij naar de NPS heeft gebracht. Ja? Niets is minder waar. Meneer Sunil Umrousing is in 2005 bij mij thuis geweest om mij te vragen of ik deel wilde zijn van de NPS. Ik heb toen meneer Umrousing gezegd, als ik kom, moet ik of parlementariër worden, of ik moet minister worden. Nou, we hebben een deal toch? Hmm. En in 2005 wilde meneer Venetia mij op de lijst plaatsen. Ik heb toen geweigerd, want ik zou niet goed gepositioneerd worden op de lijst. Dat wil zeggen dus dat je van tevoren weet dat je dus niet gekozen wordt. Vandaar dat ik ook heb geweigerd om op de lijst te gaan. Meneer Venetia wilde toen toch dat ik op die lijst moest gaan. En ik heb toen aangegeven, zeg van goed, hoe gaat u mij compenseren? Hij vroeg mij, ja, wat wil je? Ik heb gezegd, als ik niet gekozen word, moet je me minister maken.
Toen zei hij tegen me van ja, maar dat kan helemaal niet beloven. Toen heb ik gezegd van goed, dan gaat de deal niet door. Ik ben toen weggegaan. Dus je hebt Venetiaan gevraagd van zet me op de lijst als ik niet gekozen ben. Als ik niet gekozen word, dan wil ik toch minister worden. Nee, meneer Venetiaan heeft mij gevraagd. Het is een actie van hem toch? Ik wil je graag op de lijst. Want wat was er gebeurd? Meneer Hooghart zou op de lijst komen. Maar een avond voor de kandidaatstelling had meneer Hooghart een bestuurslid, nauw bestuurslid van meneer Venetiaan, die dicht bij hem staat, heel negatief besproken. Men praat over het bandje van Henry Strijk. Henry Strijk, weet je of u hem kent, had het interview gedaan. Ja, dat ken ik. Toch? Henry Strijk had het interview gedaan en ik heb toen Venetiaan gevraagd, maar waarom wil je Hooghart niet op de lijst zetten? Nou, hij wil dat allang. En Venetiaan zei me van, nou, toen ik dus naar het videobandje keek, is de zin bij mij weggegaan om Hooghart op de lijst te zetten. En toen heeft hij op de vergadering gezegd van, nee, we gaan iemand anders zetten. Hij heeft me toen gevraagd, in Paramaribo heb je 17 plaatsen op de kandidatenlijst van het Nieuw Front toen hoor. En ik zou op nummer 17 komen. Dus je weet van tevoren dat je niet gekozen wordt. Ja, als ik niet gekozen word, waarom zou je dan op die lijst gaan? Ik heb gezegd van je moet me op een verkiesbare plaats zetten. Als je me niet op een verkiesbare plaats zet, ben ik niet bereid om op die lijst te gaan. Nee. Dus we zijn er niet uitgekomen. Toen heb ik bedankt. Ik heb 5 jaren voor de partij gewerkt. En omdat ik 5 jaren voor de partij heb gewerkt, ben ik nu directeur van het pensioenfonds. Als beloning. Nou, dus het is niet als beloning. Het gaat erom van, als je dus niet in de politieke partij participeert, dan heb je de mogelijkheid niet. Ik heb vanaf 2007 tot en met 2010 heb ik bij minister Hildenberg gewerkt. Als een projectcoördinator van het IDB-project, Design of Pension Reform Program, heb ik dus daar gewerkt. En in 2007 overleed dus de directeur van het pensioenfonds. En hebben 2 mensen aan met mij gesproken. Dat is meneer Robert Amirali in dit geval ook weer. En meneer Frank Willemsen. Meneer Frank Willemsen was voorzitter van het onderhandelingsteam van de overheid. En ze zeiden me, Miskin, je moet vragen om die positie. Ik zeg maar, de man is pas 3 dagen overleden. Je moet het nu doen, anders ga je de boot mislopen. Ik ben toen naar Hildenberg gegaan en Hildenberg vond het een prachtig idee. En hij is toen naar Venetiaan gegaan om het te bespreken. En in 2010, na de verkiezingen, werd ik geroepen door de minister van Binnenlandse Zaken dat de NPS mijn naam had gezet. En dat ik dus directeur kon worden. En dat is ook gebeurd. Ik ben tot de dag van vandaag directeur van het pensioenfonds. Maar ook dat claimde man als het zijnde een wapenfeit van hem. Ik heb zelf gewerkt, meneer Pinas. Natuurlijk, we hebben samen gewerkt in een organisatie. Als je samen hebt gewerkt in een organisatie, je valt op. Nou. Hij valt op, maar het kan ook zijn dat hij gewoon een baantjesjager bent. Wie ik? Ja, dat hij gewoon een baantjesjager, hè, de hele tijd op zoek naar functie en baantjes. Nee, ik ben geen baantjesjager. Ik heb bepaalde ambities. Ik heb belangstelling voor het overheidsapparaat. En omdat ik belangstelling heb. Kijk, het begint bij belangstelling. Als je geen belangstelling hebt, dan kan je allerlei soort functies vervullen. Dan ga je natuurlijk alleen maar geld in je zak zetten. Maar ga je die job goed kunnen vervullen? Ik heb belangstelling voor de overheid. En ik wil weten hoe de overheid functioneert. En dat heb ik dus op verschillende posities kunnen zien. Ik heb een heel goed overzicht. Ik ben vraagbak. Ik word door veel mensen dagelijks gebeld. Voor zaken met betrekking tot de overheid. Dus je hebt een goed overzicht. En ik heb mijn carrière gemaakt. En, hoeveel baantjes heb je nu? Ik ben directeur van het pensioenfonds. En wat nog meer? Ik heb geen andere baan. Ik ben directeur van het pensioenfonds. Oké. En CLO. We gaan naar fronten. Wat moet er nu gebeuren bij CLO? We weten al, het is een impasse. Hoe gaat het daar? Er is geen bestuur, er is een collectief. Hoe lang gaat dit blijven doorsudderen? Het hangt van twee zaken af. Je hebt bemiddelaars. Als de bemiddelaars hun doel kunnen bereiken, de bemiddeling kunnen afronden, dan zijn we eruit. Twee, we hebben de juridische lijn. En daarvoor hangt het af van de advocaten en de rechterlijke macht hoe snel we eruit zijn.
Maar u kent de statuten, hè? Want meneer Hooghart zegt tegen mij van, volgens de statuten kunt u niet aan denken om hem nu al af te zetten, want het is nog geen tijd, zijn periode is nog lopende. Dus daarom hebben wij, kijk, het is niet de bedoeling dat ik mijn strategie in de publiciteit ga uitzetten. Ik heb u gezegd van, er zijn twee lijnen, je hebt de bemiddelingslijn en een juridische lijn. Dus de advocaten zijn bezig en ik heb u gezegd, in het eerste geval hangt het af van het succes van de bemiddelaars en in het tweede geval hangt het af van de snelheid van de advocaten en de rechterlijke macht om deze zaak op te lossen. Wanneer is er een oplossing? Want ik denk mensen die aangesloten zijn bij CLO willen een keertje rust hebben, toch? Dat het gewoon rustig is. Wanneer is er rust? Dus u vraagt mij, ik heb u zo net al antwoord gegeven, toch? Ik heb dat niet in handen van hoe snel de advocaten werken en hoe snel de rechterlijke macht werkt. Ik weet dat in 1993, 1994 en 1995 deze situatie zich ook voor had gedaan binnen het CLO-bestuur, dus 25 jaar terug. En dat toen heeft het 3 jaar geduurd. Maar ik denk niet dat het dit keer zo lang zal duren. Wat zijn de beperkingen voor meneer Hooghart? Wat mag hij doen en wat mag hij niet doen? Hij mag zich niet uitgeven als CLO-vertegenwoordiger. Hij mag praten als CLO-voorzitter, maar hij mag niet namens CLO praten. Ik mag ook praten als secretaris-generaal van de CLO. Mijn penningmeester, meneer Swami Persat, mag ook praten als penningmeester. Maar we mogen niet praten namens de CLO. Vandaar dat wij een collectief hebben opgericht. Hij mag ook een collectief oprichten. Het zijn spannende dagen. Wij gaan het meemaken, meneer Michael Miskin van CLO. Secretaris-generaal, hè? Dat is hem. Jawel. Sterker nog. Jawel. Laat me dit nog zeggen, meneer Hooghart. Ik ben geen secretaris-generaal. Toen ik bij de president was, ik heb president gezegd van meneer de president. Ik heb u 4 akkoorden gegeven. 4 akkoorden waar mijn naam op staat. Ja? Wat moet ik daaruit halen? 4 akkoorden? Dan ben ik toch secretaris-generaal. Mijn naam staat op de akkoorden geschreven. U wil gewoon in de vleespot van de VAP, volgens meneer Hooghart. Ja, dat zegt hij. Maar wat moet ik nog gaan zoeken, meneer Pinaas? Ik heb niets meer. Monitor? Ik heb... Of zo? Luxe? Baantjes? Hoe? Wat voor geld? Het is complete nonsens. Men praat over vleespotten. Volgens mij zijn er geen vleespotten meer. Er zijn alleen maar beenderen nog over. Nee, dus u zegt dat ik heb niets meer te zoeken. Ik ben 61 jaar oud. Ik heb vrijwel alle posities die bekleed kunnen worden binnen de overheid, heb ik bekleed. Ja, maar meneer Hooghart is 70 plus en hij is er nog. Dus u wil ook een paar jaartjes meegaan, toch? En doorgaan. Nee. Dus wij als collectief moeten orde op zaken stellen bij de CLO. Dat is 1. En wij moeten, dat zijn de afspraken ook geweest, want er is een leeftijdsgap tussen de 8 bestuursleden en meneer Hooghart. Het overgrote deel van de bestuursleden zit rond de 60 jaar. Dat wil zeggen dat wij ervoor zorg moeten dragen dat binnen 10 jaar een compleet nieuwe generatie een vakbondsleiders van ons gaat overnemen. Van ons gaat overnemen, niet van mij, van ons gaat overnemen. Daarvoor moeten wij zorgen en daarvoor willen wij gaan zorgen. En het ziet er goed uit dat er mensen staan, een nieuwe lichting. Want ja, het lijkt alsof een CETA-B vandaag zit bij de stoelen bij CLO. Jij wil niet weg, meneer Hooghart wil niet weg. Moet u niet tegen mij zeggen, moet u tegen meneer Hooghart zeggen. Die heeft CETA-B voor aan zijn broek. Okay. Ik niet. Wij moeten binnen 10 jaren tijd, 2 regeerperioden, moeten wij een compleet nieuw team opleiden eigenlijk. Om over te nemen voor ons. Dan komt de nieuwe generatie vakbondsleiders. En dan kunnen wij het rustig gaan doen. Ik ga het blijven volgen. Dank u wel, Michael Miskin. Graag gedaan. En het ging over het gevecht binnen CLO, Centrale van Landsdienaren Organisatie. Zou willen van meneer Hooghart af. Maar meneer Hooghart, die zegt, meneer Gono, ik voet na ciao. Ik praat straks met meneer Hooghart. Blijf hier, Standvaste Radio. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.